Holy moly, Nintendo fans. 50.000 abonnees. Zo ziek. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En jullie dachten waarschijnlijk, waar blijft die 50k special? Ik heb gewacht tot 51k. Want ik heb iets superleuks. Ik heb namelijk met Nintendo Nederland kunnen regelen dat ik 3 keer 51 Worldwide Games voor de Nintendo Switch weg mag geven. Ik dacht 51.000 abonnees, 51 Worldwide Games. Dat is nou een leuke giveaway om dit te vieren. En hoe maak jij nou kans? Heel simpel. Begin me te volgen op al mijn andere social media accounts. Dus op Instagram, op TikTok, op Twitter, op Twitch. Houd daar mijn posts in de gaten. En dan maak jij kans op 1 van de 3 exemplaren van 51 Worldwide Games. Maar wat voor spelletjes zijn het nou? Je kan bijvoorbeeld 4 op een rij gaan spelen. Wat verdorie. Ja, leuk. Je kan lekker een potje gaan voetballen. Hij is beter dan FIFA dit. Doelpunt. In mijn eigen goal. Dit gaat lekker, jongens. Ja, hoe de score dan? Ja! Je kan een partijtje gaan boksen, hè? Op je bakkers, op je bakkers, op je bakkers, op je bakkers, op je bakkers. Blok. Sla, sla, lekker. Auw. Wat? Hoe? Hoe sloeg hij zo hard? Hier. Knockout. Ja, ja. Air hockey, jongen. Nee! Ja! Ja! Nee! Duurt zo lang. We spelen al een tijdje. En ja hoor, ja lekker! Zo, even een ballenbakspelletje. Super chill. Het is gewoon een soort van Tetris-achtig spelletje. Waarom krijg ik weer zoveel ballen erbij? En waarom is dat bij mijn tegenstander nog niet gebeurd? Ik heb al superveel lijnen gemaakt. Hij maakt echt stieke combo's of zo, jongen. Doe eens normaal, man. Ja, oké. Tot morgen. Doei. Dag. Ik dacht dat dit leuk was. Niks is leuk als je verliest. Ik moet even rustig worden, jongens. Even maar, jong. De bedoeling is dat je gewoon heel chill gewoon zo 2 dezelfde bij elkaar gaat zoeken. En dan mag je alleen maar jongsteentjes pakken die ook echt op de hoekjes liggen. Dus deze 2, deze 2, deze 2. Ah, oh, hier word je zo zen van. Zo. Opgelost. Ik ben weer rustig, jongens, na mijn rage van daarnet. Tijd voor een tankduel. Eens even kijken. Schiet hem! Schiet! Lekker! Lekker! Oh, ik zit hier wel echt super chill. Als hij even stopt met schieten, jongen, dan kan ik hem echt kapot maken vanaf hier. Kom eens om het hoekje, jongen. Kom eens even om het hoekje. Kom maar. Lekker! Ik ga hem spawn killen. Spawn killen! Oeh, bijna. Easy. Easy op deze manier. Je kan me niks maken. Ik kan ook nog hoog schieten, zo te zien. Kijk zo. Oh, wacht even. Wauw. Oké. Ik had gewoon moeten blijven spawn killen. Kom hier. Hier. Ik schiet je hier overheen, jongen. Oh, pak hem, pak hem, pak hem. Ja, lekker. Oké, we kunnen moppie lekker hier doorheen. Maar we hebben al gewonnen. We hebben al gewonnen. We kunnen chillen, jongens. We hebben al gewonnen. Hoppakee. 5-1, G. Zo doen we dat. Oh ja, je hebt ook nog een racebaan. Deze is echt superleuk. Ik zorg wel even voor de muziek, jongens. Daar gaan we. Je moet dus zorgen dat je niet uit de bocht vliegt zoals het roze autootje nu wel deed. Af en toe moet je dus ook gewoon een beetje chillen. Moet je even gas afnemen. Oh, kijk. Ja, dat bedoel ik dus. Niet uit de bocht vliegen, Rick. We spelen nu nog wel op makkelijk niveau, hoor. Moet ik eerlijk toegeven. Dit is wel easy. Easy. Wie heeft er thuis ook een echte racebaan, jongen? Ik wilde dit vroeger ook altijd hebben, maar ik mocht het nooit van mijn ouders. Want het was super duur, jongen, om zo'n racebaan te kopen. Dus ja, ik moest het met andere dingen doen. Maar een racebaan heb ik nooit echt gehad in mijn leven. Dat is wel een gebrek in mijn opvoeding geweest. Heb jij een racebaan? Laat het weten in de comments. Oké, we zijn er bijna. Oh, we zijn er al, joh. Nou, ja, zo dus. Ik weet niet, ik heb de uitleg niet gelezen, dus ik weet niet hoe ik dit moet doen. Oké, we moeten. Zo, hallo joh. Kan je misschien nog iets harder die bal gooien? Ja, lekker! Oh, ik ben uit. Nou, dit begint goed. Een foutslag. Ja, oké, nice. En nu? Die dan! Ja, die is eindelijk een keer goed. Lekker! 3 honken! Hoppakee!
Honky tonky, jongen. Eerste puntje is binnen. Nice. Ja, dit krijgen we ook onder de knie, hoor. Je hebt geen andere spellen meer nodig, jongen. Er zitten al voldoende spellen gewoon in deze game, man. Wat ziek idee. Focus. Ja, die is weer prachtig. Die is weer prachtig. 5-0, jongens. Oké, jongens, we hebben ze bijna uit. Ze hebben 2 punten, jongen. Hou op. Dit zijn genoeg punten. Kappen. Pak hem. Lekker. Dit duurt een beetje te lang, man. Door naar het volgende spel. Yahtzee, Yahtzee, Yahtzee. Gooien. Hoppakee, Yahtzee. Ja hoor. Nou. Doe nog maar 2 viertjes erbij. Oef. Kom op. Yahtzee. Holla die. Nee, helaas. Potverdorie, dik idee. Kom maar, 3 zessen erbij, jongens. 3 zessen erbij. Oh, bijna. Yahtzee van 1. Ja, dat zie ik ook wel zitten. Dat zou ook wel leuk zijn. Maar helaas, ik denk niet dat het erin zit, jongens. Oeh. Gaan we nu voor die Yahtzee met 3, hè? Kom op, Yahtzee met 3'tje. Oh ja, daar is die. Lekker. 50 puntjes in de pocket. Hatsenflatsie. Oef, we hebben deze guy wel echt gesloopt, jongen. 200 tegen 102. Ik heb niet eens heel goed gespeeld. Easy, man. Easy. Yo, dit doet me denken aan de hexagon uit Fall Guys, jongens. Je moet dus van de ene kant naar de andere kant zien te komen door steentjes neer te leggen en een pad te maken. Je moet dus het andere pad een beetje blokkeren en zo op die manier proberen naar de overkant te komen. Klinkt simpel. Geen idee of het ook simpel is. Ik speel nu nog op een redelijk simpel niveau, dus misschien dat het nu nog wel makkelijk is. Nee, ik heb verloren! Kom op, laat me even winnen, joh. Gun mij gewoon een recht pad. Dit gaat hem dus al niet meer worden, hè? Hoe kan ik hem nou blokkeren? Wacht, ik moet hem gewoon aan deze kant, denk ik, dan blokkeren. Nee! Hou op! Jongen! Oh, ik kan hem nog hier... Ja, ik heb alweer verloren. Oh, hij doet het niet! Hij legt zijn fiche verkeerd neer. Hij geeft mij nog een soort van een kans. Oké. Oh, ik heb gewonnen! Ja! Oké, ik ben hier geen mastermind voor, volgens mij. Maar ik heb wel gewonnen. Hé, daar gaat het om. En zo op deze manier heb je dus 51 spellen die je kan spelen. Alleen of samen met je vrienden of met je ouders. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal bordspelletjes en meer dan dat. Het is echt een superleuke game. Ik wil nog revenge voor mijn 4 op een rij. Je kan er niet tegen dat ik 4 op een rij heb verloren. Ik ga verliezen. Ik ga weer verliezen. Wat een poepspel is dit. Waarom ben ik hier zo slecht in? Ik ga winnen, jongens. Ik ga winnen. Hij moet hem wel daar gooien. En dan heb ik eindelijk mijn 4 op een rij overwinning. Yes! Ik moet stoppen op mijn hoogtepunt, jongens. Dit was het. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En volg me op al mijn andere social media kanalen. Als jij 51 Worldwide Games voor de Nintendo Switch ook wil winnen. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Of ergens op Instagram, TikTok, Twitch, Twitter. I don't know. Doe je ding. Mazzel!